Dit is de Razer Nabu Activity Tracker. De enige met twee schermen in de band. Dit kleine telefoonachtige icoontje zit op de bovenzijde. Daarmee zie je inkomende berichten. Dus je kan bijvoorbeeld ook je WhatsApp berichten zien binnenkomen. Maar je ziet nog niet wie of wat er sms't. Althans, het zal wel een wie zijn. Als je dan je pols omdraait, dan zie je in dit geval dat het Steve is. Dus je hebt hem als het ware gewoon om je pols. Dan zie je naar bovenzijde dat er een icoontje opspringt. Dat je wordt gebeld of bericht. En dan onderzijde, dus je draait je pols om als je dat wilt op dat moment. Dan zie je ook wie dat is. En het is eigenlijk bedoeld om gewoon nog efficiënter met je telefoon om te gaan en met je tijd. En dat is op zich natuurlijk hartstikke goed. Ik vind wel een nadeel dat die, zoals de FuelBand, want hier zie je in het midden de FuelBand en hier links de Razer Nabu. Dat die harde kunststof band heeft, waardoor die wat los om je pols zit. En bij een activity tracker, als ik mee ga hardlopen, vind ik het fijner als hij stevig om mijn pols klemt. Maar ook de Fitbit heeft dat bijvoorbeeld. Hij is leverbaar in een aantal kleuren. En hij meet dus niet alleen de calorieën en de stappen, maar ook de traptredens die je neemt. Maar nog veel meer. Dus je kan ook social verbinden met anderen. Dus als er andere mensen met zijn Razer Nabu in de buurt zijn en je hebt dat zo ingesteld, dan geeft hij daar een signaal. Je kan ook je visitekaartje digitaal uitwisselen. En dat maakt de Razer Nabu, behalve voor het fitnessen, voor het sporten, echt wel een handig product. Nou, ik zal hem vergelijken met de andere activity trackers in het bericht.